Dit geloof je niet. Ik heb Pokémon Violet gekocht, omdat ik het leuk vond om een Shiny Challenge te gaan doen. Rechts onderin zie je een pijltje waar ik nou op weg was. Want ik dacht, dan ga ik mijn eerste Shiny proberen te vinden in een Mass Outbreak. Maar zoals je ziet, dat is daar ergens achter die bergen en daar kan ik nog niet echt komen op dit moment. Dus ik dacht, nou laat ik eens naar die kant gaan om te kijken of ik via die kant over de berg kan. En toen gebeurde dit. Ik had alvast een paar Pokémon gevangen om in ieder geval zo'n Mass Outbreak te kunnen vinden. En kijk nu in de achtergrond. Ik dacht, zag ik dat nou goed? Of was dat een Skyplume? Want een normale Skyplume, die ziet er zo uit. Dat is precies dezelfde kleur groen. Ja, er rende nog een andere hop-up tegen me aan, maar ik dacht, ja, ik moet wegwezen, want straks, als het wel een Shiny is, dan is die straks gevlogen. Ik snel weg. En ja, daar in de verte, daar was hij nog. Hij was al onderweg om weg te gaan en hij kwam weer terug. Ik ging heel snel zeven, want hey, als ik hem niet zou vangen, dan zou ik hem nog een keer opnieuw kunnen proberen, want deze Pokémon, die wilde ik wel heel graag hebben. Dus ik probeerde er tegenaan te lopen. Wel tegen de goede aan te lopen. Ja, en dan gaan we hem maar gewoon vangen. Want na anderhalf uur in Pokémon Violet kwam ik dus al random mijn allereerste Shiny tegen. Een Shiny Hoppip van level 4. Hoe tof is dat? Ik durfde hem niet aan te vallen. Want ik wilde hem niet slopen. En hoppakee, Wonder Catch. Ik ving hem gewoon in één keer. Mijn allereerste Shiny in Pokémon Violet. En ja, ik deed hem even in de plaats van mijn Ralts. Al mijn andere Pokémon verdwijnen uit mijn team. Want die mag ik niet meer gebruiken. Welkom bij de Pokémon Violet Shiny Only Challenge. We beginnen weer helemaal vooraan bij mijn huis. Mama, mama, ik heb een Shiny Pokémon gevangen. Oh, vind je hem al niet meer goed? Moeten we slapen? Mama, het is een Shiny Pokémon. Nou, boeit mijn moeder echt helemaal niks. Maar als het jou wel boeit, knaf je die duimpjes omhoog als je dit leuk vindt. Vergeet niet te abonneren als je deze hele serie weer wil kijken. Maar we gaan er natuurlijk wel sneller doorheen dan de normale playthrough. Ik heb gewoon als starter Pokémon een Shiny Hoppip. Hoe vet is dit? Er was eens een hele jonge Pokémon trainer. Hij had onwijs veel geluk. Een van de eerste Pokémon die hij tegenkwam op zijn avontuur was een glinsterend vliegend graspolletje. Hij was anders dan zijn broertjes en zusjes en hij voelde zich altijd een beetje buitengesloten. Maar nee, dat is wat deze Hoppip bijzonder maakte. Ja, hij was anders. Maar ja, hij was speciaal. Hij hield van insecten. Pak die tarantula. Oh my god. Kan je die level 2 Pokémon verslaan? Ik heb alleen nog maar Tackle, Splash en Tail Whip. Let's go. Ik heb 4 klappen nodig om een tarantula van level 2 te verslaan. Maar jij bent heel bijzonder, Hoppip. Jij kan dit. Ik ben nu al heel trots op jou. Pak hem aan. Lekker. Het lijkt me duidelijk dat ik de XP hard nodig heb. Hij maakte ook wel eens ruzie met zijn broertjes en zusjes. Dan beginnen ze elkaar te tackelen. Dan beginnen ze af en toe te splashen. Maar splashen heeft geen zin. Dat leerden ze broertjes en zusjes. Maar wat men niet wist, is dat deze Hoppip veel slimmer was dan zijn broertjes en zusjes. Want degene die het hardste tackelt, die won. Hoppip houdt van snoepjes. Daar werd hij een grote sterke knul van. Oh my gosh, gelijk naar level 9. Hij wilde move leren Fairy Wind. Oh, dat is nice. Dus nu heb ik een Fairy Attack, een Grass Type Attack en een Normal Type Attack. Oh, dit gaat de goede kant op. Hoppip was altijd boos op wilde eenden. Hij absorbeerde het leven uit deze wilde eenden. Dit is een niet zo heel leuk sprookje aan het worden, jongens. Het is trouwens echt super fijn dat deze Hoppip nu al Absorb kent. Absorb is niet zo heel sterk. Maar zolang ik iets hoger level ben dan mijn tegenstanders, kan ik daarmee best wel veel HP weer terug naar me toe trekken. Het is natuurlijk maar de enige Pokémon in mijn team, want ik mag alleen maar Shiny Pokémon gebruiken in deze challenge. Dus in sommige video's zullen we ook echt op zoek gaan via Mass Outbreaks naar Shiny Pokémon. Want dat kan gewoon. Daar heb je niet per se de Shiny Charm voor nodig. Maar daarvoor moeten we denk ik eerst wel nog iets sterker gaan worden. Kijk, ik ben nu al best wel lang trouwens aan het vechten met deze Psyduck van level 7. En uiteindelijk heb ik gewoon bijna al mijn HP nog doordat ik Absorb heb. Ik ben niet bang voor watertype Pokémon. Maar Fire types, dat zullen wel een probleem gaan worden. Oeh, Poison Powder. Ja, die wil ik ook wel. Die mag in plaats van Tail Whip. Stunspoor ga ik denk ik niet doen. En Sleep Powder. Ja, dat kan natuurlijk ook. Misschien is Sleep Powder wel beter in mijn geval dan Poison Powder. Aangezien ik dus maar één Pokémon heb op dit moment. Hoppip hield van zijn trainer. En deed er dan ook alles aan om hem te beschermen. Tegen kleine jongetjes die met hem wilden battelen. Is het een meisje? Het is een meisje. Het is Sahira. Oh nee! Die gooit een varken. Hoppip is bang voor varkens. Hoppip, doe Fairy Wind. Oh, dit ging best goed. Critical hitje. Oh nee, daar komt de tackle van LeChonky. Come on, Hoppip.
You can do it! En zo won Hoppip voor de allereerste keer een trainer battle! Lekker gedaan, Hoppip! Ben zo trots! Pak die Wooper! Lekker gedaan! Oh, deze man ziet er wel stoer uit. Zou ik deze man kunnen verslaan? Hoppip, kan jij deze man verslaan? Deze man wil namelijk naar Metsagoza. Deze koerier. Welke Pokémon heb je? Hij heeft een rookidee! Oké! Het is een slecht idee, jongens, roken. Moet je niet doen. Maar het is wel een leuke Pokémon. Oké, die is level 6. Die kunnen we hebben, Hoppip. Wij zijn beter, come on. Die kunnen we zelfs makkelijk hebben, joh. Lekker bezig, joh. Zo, die experience candies die hebben wel flink geholpen dat ik in één keer level 9 was. Heel chill. Hotseflots, we zijn nu al zelfs level 11, joh. Woep, woep, woep. Dit wordt mijn beste maat. Echt, jongen. Hoppip en ik worden de beste maatjes. We zijn nu trouwens op het punt dat ik net in Metsagoza ben geweest. Ik heb daar met iedereen gepraat en ik heb alle missies geactiveerd. En als je dus nu op de map kijkt, dan zie je dus inderdaad dat we overal naartoe kunnen gaan. Ik denk dat we voorlopig nog niet naar de Firegrue base moeten gaan, want dan gaat het helemaal fout. Eigenlijk wil ik het eerst naar zijn gym, want ik weet dat ik zijn gym kan gaan verslaan. Maar zijn Pokémon zijn nog veel te hoog level, denk ik. Er is hier wel een mass outbreak gaande, zo te zien. Zijn het er twee hier? Oh nee, hier staat ook gewoon een dubbeltekentje. Naast mij is ook een mass outbreak gaande. Is dat zo? Is dat hier? Van welke Pokémon is er een mass outbreak gaande dan? Oeh, Happiny. Oh, oké. Alleen daar zie je het verschil gewoon bijna niet van, dat hij shiny is. Dus het is misschien wel een goeie, maar niet zo'n leuke om te vangen. Ik wil wel een beetje leuke. Hier is nog een mass outbreak. Oh, ik mis het echt dat ik niet sneller kan gaan nu met Mummy Rhydon. Hij is nog zo langzaam. Kan ik al die kant op? Oh, oh, oh. Zo te zien kunnen we daar misschien al wel naartoe. Ja. Maar hoe sterk zijn de Pokémon hier? Oh, nee. Dit gaat nooit goed komen. Hier loopt al een Salazzle en zo. Oh, nee. Ja. Nee, deze Pokémon zijn veel te sterk. Deze ga ik nooit kunnen verslaan. Ik heb vertrouwen in mijn Hoppip, maar hier moet ik denk ik nog niet zijn, jongens. Maar hier is een Swablu. Die zou ik graag shiny willen, zeg. Maar ik denk niet dat mijn Hoppip hun kan verslaan. Nee, zie je? Mijn Hoppip kan dit nog niet aan. Oh, zo jammer. Ik zou echt heel veel geluk hebben als er nu gewoon een shiny Swablu hier is. Ik denk het niet. Shiny Swablu is goud. Die is zo vet. Maar ja, we zouden toch kunnen gaan proberen om shiny Happiny te krijgen. Dan kan ik jullie gelijk leren hoe je dat makkelijk kan doen bij dit soort mass outbreaks. Laat het even weten in de reacties wat jij wilt dat mijn volgende video wordt. Moet ik gewoon doorgaan? Moet ik vertrouwen hebben in Hoppip? Of gaan we voor een tweede shiny, namelijk Shiny Happiny? Laat het weten in de reacties. Knal die duimpjes omhoog voor deze nieuwe serie. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je snel bij de volgende video. Mazzel!